Hallo en welkom vanaf het Indianapolis Motor Speedway Complex. En dan gaan we vandaag racen, niet op de oval, maar wel op het infield gedeelte. Er wordt hier al geraced sinds 2014 en ik ben benieuwd hoe deze race zal gaan spelen. Er zijn hier maar twee mannen die hebben gewonnen, Simon Pagenaud en Will Power. Drivers, start your engines! Groene vlag wordt gezwaaid hier in Indianapolis en het is green, green, green voor de Indianapolis Grand Prix. In bocht 1 gaat het vrijwel altijd fout. Zal het dit jaar wel goed gaan? Power gaat als eerste de bocht in Pagenaud over bij aan Jordan King. En achterin, ja, veel positiewisselingen natuurlijk. Maar gaat het fout? Nu gaat het toch goed hoor. Dan gaat Masato wijd en het gaat fout. Ja hoor, Jordan King en Simon Pagenaud. Pagenaud vol gas, hè. Vol gas proberen uit die grindbak te komen en dat doet hij gewoon. Hij gaat gewoon vol gas uit die grindbak. Jordan King dus in de grindbak, in de muur. En dat is klaar voor hem. Dat is, dat is daar twee mannen die zijn naar spint. Zo, dat, die ging even achteruit rijden. Even kijken, dat is nummer 21. Nu gaan we dus de herhaling zien. Rechts in beeld rijdt Jordan King. Of... Pagenaud die spint op een rare wijze. Even goed kijken. Ja, het is King die wordt gewoon... Pagenaud wordt gewoon geraakt door Jordan King. En Jordan King gaat dan de grindbak in. Maar ik ben meer benieuwd naar het incident waar... hier komt het. Spencer Piggott, goedemorgen zeg. Hij vliegt gewoon door de lucht, hé. Zo, nou hij rijdt dan. Takuma Sato. Wow, en dan verliest hij hem, ja. Als ze vliegen, dan zijn ze moeilijk te besturen. We zijn dus weer onderweg in Indianapolis. En daar gaat zeer zeker een aanval komen van Wickens. Die wil snel voorbij aan Bourdais. Hij remt laat in bocht 1. Kan die hem pakken in bocht 1. Beetje glijden, netjes hoor. Ja hoor, Robert Wickens naar 2. Goed gedaan van de jonge Canadees. Robert Wickens, en kijk daar. Nou ja hoor, Newgarden aan de binnenkant bij Bourdais. En kan er niet voorbij, we zijn aan boord bij James Hinchcliffe. Hinchcliffe, de teamgenoot van Robert Wickens. En Joseph Newgarden gaat nu proberen te kijken bij Simon Pagenaud, wil ik zeggen. Bij Sebastian Bourdais aan de binnenkant, maar kan er niet voorbij. En Alexander Rossi, die komt ook wel weer dichterbij. En die rijdt dus nu vlak achter James Hinchcliffe. En er wordt lekker geknokt hier in Indianapolis en dat willen we zien. Robert Wickens is binnen, samen met Will Power. Ze zijn allebei binnen. Ja hoor, en hier zien wij dan de jongen, hij is niet zo jong meer, maar Will Power die de eerste race van Las Vegas in 2007. En hij is weer onderweg. Ja, hij is weer onderweg en is voorbij gegaan. Dus blijft nog voor Robert Wickens steken. Wickens voor de leiding in de wedstrijd bij Will Power. Remde later en is er voorbij. Virtual nu aan de leiding. Will Power wil terugcounteren, maar Wickens wil natuurlijk zijn eerste winnen. Maar Will Power zit te kijken aan de buitenkant in bocht 1. Rent hij laat. Rent hij later. Ja, en hij is er voorbij. Ja hoor. Will Power in de leiding van de wedstrijd, maar Wickens zit er nog. Ja, Wickens heeft natuurlijk de one that got away verloren. En hij zit aan de binnenkant. Wow, dat was close. Ja, Wickens had natuurlijk de one that got away verloren in St. Petersburg. En hij wil zo graag zijn eerste overwinning pakken. Ondertussen wordt er lekker geknokt hoor met Bourdais en Newgarden. Twee voormalige kampioenen hier in dit veld en Newgarden. Just Newgarden aan de binnenkant bij Bourdais. Nee, hij spint op de curb. Hij spint en is hij afgeslagen. Volgens mij is hij afgeslagen. Ja hoor, hij is afgeslagen. Joseph Newgarden spint. Wat een zure fout van de regerend kampioen.
Kijk eens, het hele veld. Bijna het hele veld is binnen. Snel weg, my Wickens, Wickens. Hij is net voorbij aan Wickens gegaan. Ja, net voorbij aan Wickens. Wickens dus tweede. En het is weer green op de Indianapolis Grand Prix. Zoals ze het noemen, niet dus op de oval, maar wel op het normale circuit. En Ryan Hunter verliest een plekje. Power 1, Dixon 2 en Wickens. En ja, die hebben elkaar eerder gezien. Die hebben elkaar eerder gezien in St. Petersburg. En het is Alexander Rossi die probeert P3 af te pakken van Robert Wickens hier aan de binnenkant. Aan de binnenkant. Dat was close to contact. Bijna een touché. Maar het is Rossi die nu dus nog. Hij ligt nog vierde. Maar Wickens gaat voorbij aan Wickens. Hij gaat zeker wel voorbij aan Wickens. Heeft een beter exit ten opzichte van de jonge Canadees of niet? Nee. Wickens verdedigt nog de binnenkant. Nu counteren. Kan hier voorbij? Nee, er wordt echt zeer hard gestreden hoor. Ja, en waar kan hij dan voorbij? Hij kan er nu nog niet voorbij. Wiggle. Will Power heeft niets verkeerds gedaan vandaag. En hij gaat zijn 200ste overwinning voor Penske bezorgen. En Will Power pakt zijn eerste overwinning van het jaar. Het is Will Power die wint in Indianapolis. Op de Grand Prix course dan nog wel. De oval heeft hij nog niet te pakken. En de volgende race is over 2 weken.